Welkom terug bij de Harry de Ferryman. Vandaag een kort filmpje van aggregaat, onderhoudsbeurtje. Uitlaatje moet er even af, die zit vrij dicht gekoekt. Die haal ik eruit. We schakelen over op andere benzine of diesel. Het is een dieselaggregaatje. Hij heeft nu gewone diesel, de GTL in. En als het goed is, gaat hij wat rustiger lopen. En hij loopt een stuk schoner. Want het is echt een 1 cilindertje diesel, dat is euro 0, dat is echt een stinkding. Hij stinkt echt. Loopt fantastisch. Kijk hoe je aggregaatje. Het is een mooie aggregaatje, we hebben het nu. Ik kan het zo niet vinden hoe oud dat hij is. Maar ik zat, toen ik hier kwam, hadden we een pettertje op een... die hing half vast, heb ik op een karretje gemaakt. Nog. Heeft 2 jaar meegedraaid. Ik denk. In 2010 dat we de aggregaat hebben gekocht. Nou hebben we 7 jaar. Zeg maar een goede 7 jaar zullen we hem wel hebben. Hij heeft bijna 1200 draaiuren nu in die 7 jaar. Ik gebruik hem hoofdzakelijk voor als we onderweg moeten lassen of slijpen. Of als we iets moeten doen. De meeste ponten hebben niet voldoende stroom. In Megis staat een aggregaat ingebouwd in de pont. Dus daar hoef ik hem in principe niet mee te brengen. Maar als ik moet lassen in Megis en ik hang mijn lasapparaat, oh goed, dat is op 220. En in Megis staat, ik neem 14 kVA 380. Nou, op 220 red je niet. Die ik hier heb staan, die Moza, dat is een 6 kVA. Echt op 220. Dus dan heb ik op één fase, 220, heb ik... goede 5, iets meer dan 5 kilowatt. En daar kan ik fatsoenlijk mee lassen met mijn invertertje. Dus daar heb ik geen problemen mee. Pas geleden een filmpje gemaakt, had ik een benzineaggregaatje bij. Die is ook 14 kVA. Die rochelt het invertertje niet. Die staat er de hele tijd maar van. Het is net of je een pulserend lasapparaatje hebt. Daar word je niet vrolijk van. Heeft er deze geen last van? Hij was echt nodig toe aan een onderhoudsbeurtje. Andere diesel erin, volgens mij loopt hij een stuk rustiger. Dus, tenminste, ik hoop dat hij een stuk rustiger, volgens mij gaat hij een stuk rustiger lopen. We zullen snel beginnen. Veel kijkplezier.
het aggregaatje klaar. Het enige wat ik nog moet doen, ik heb de bocht uit de uitlaat uitgehaald. Er komt een regenklepje op, haal ik morgen vroeg even schouw op. Dus er komt gewoon een regenklapje bovenop de uitlaat. Volgens mij loopt hij rustiger op de GTL. Dus het lijkt erop. Hij stinkt ook niet zo hard meer, daar heb ik wel afzuiging op gehad. Dus echt, of het stinken over is, dat merk ik pas als ik op de ponten bezig ben. Dan waait hij meestal toch wel rond dat je hem echt kon ruiken. Dat was niet fijn. GTL is veel schoner, dus nou, hopen dat hij wel uithaalt. Kleppen heb ik niet gesteld. Luchtfiltertje heb ik wel verwisseld. Dieselfiltertje. Olie ververst. Er zit niet zo heel veel olie in. Het is een 1-cylinder Janmar motortje. Ja, fijn motortje. En ook meer dan 1100 uur gedraaid en nooit iets aan gehad. Dus het enige wat ik doe is eigenlijk om de 500 uur kleppen stellen. Dus in die 1100 uur hebben we twee keer de kleppen gesteld. En meer doen we er niet aan. Ja, altijd nieuwe olie erin. Nieuwe olie, om de 100 uur komt er nieuwe olie in. Er zit maar zo'n klein beetje olie in. Er zit wel een oliefiltertje in, maar dat is gewoon een zeefje. Dat heb je kunnen zien. Dat stelt niet heel veel voor. Dat oliefiltertje. Dus daar, ik hou er wel verse olie op. Maar voor de verder is het een heel fijn aggregaat. Je draait al jaren. Ik kan er niet meer over zeggen. Tijd zal het leren wat je doet op GTL. Ik heb het niet nagevraagd bij de leverancier of dat kan of niet kan. Bij de veerponten toen we overstapten. Hebben we dat wel gedaan, want je zou schade aan de motors krijgen. Maar in principe is GTL een schonere brandstof. Dus het gaat er alleen maar mooier van lopen. Als je hier kijkt, zo 93 dB geluidsdruk van de motor. Nou, we hebben de andere brandstof erin zitten. Voor de verdere rest hebben we er niks aan gedaan, alleen maar GTL erin gedaan. En dan gaan we eens kijken wat de geluidsdruk nu is. Als het helemaal stil is hier binnen. Op 1,5 meter afstand zaten we net. Dan zit hij tussen de 89 dB, daar schommelt hij een beetje tussen. Dichter erbij zit hij 182 dB, 83. Maar origineel is hij 93. En je moet je eigen voorstellen, we staan nu nog binnen. Dat is waarschijnlijk gemeten in een ruimte waar het geluid niet kan weerkaatsen, of buiten. Als je in een groot open veld staat, maakt hij minder geluid. Weerkaatsen minder terug. Echt voor het gevoel, nou met die andere brandstof. Veel rustiger. Dus op zich blij mee dat we het gedaan hebben. Maar goed, het was een kort filmpje. Een keer niet iets meer lassen. Het is heel anders in de werkplaats. Lekker zwart maken met de roet. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. Als je het belletje aanklikt dat eronder staat, word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe!